dan denk je wel, zal ik er op een dag ook zijn? Zal ik een dag ook op het veld staan en daar mogen spelen? En dan sta je hier vandaag, ja. Het is heel mooi voor mij om hier te zijn vandaag. Ja, nieuwe stap, nieuwe ontwikkeling in mijn carrière. Het is de eerste keer dat ik geselecteerd ben. Ik hoop dat ik ook de kans krijg om mezelf te laten zien. Hartstikke welkom. Even inchecken, je camera even regelen. Jullie liggen samen op de kamer. En dan even kleding halen. Even zorgen dat alles in gang gezet wordt. Mike, welkom jongen. Kijk, heb jij M of L? L. Ik kom zelf van Excelsior. Daar is het lastig om je te laten zien omdat je in een lagere competitie speelt. Ja, toen heb ik de overstap naar Feyenoord gemaakt, waar ik uiteindelijk toch geselecteerd ben. En ja, als de bondscoach je selecteert, ja, dan doe je iets goed. Welke is meer aan de bal? Deze. Okay. Waar zal de bal ongeveer zijn nu? Ik denk zelf te leren dat je ook omgaat met andere spelers buiten je eigen team om. Het is een nog hoger niveau. Dus het vergt nog meer energie van je, nog meer kracht. Ja, dus wees daar attent voor mee. Ja, op het moment dat de kleedkamer instapt is het wel anders. Je ziet geen Feyenoord shirt hangen, maar een shirt van het Nederlands elftal. Ja, prachtig om te zien. Oké, je hebt hier ook een hesje met de coach. Help elkaar hier bij de weg. Door, dat sleuteltje zorgt voor je leven. Kijk wel met je vader naar de tv, naar het Nederlands elftal. En zie je al die grote jongens spelen. En dan denk je wel, zal ik er op een dag ook zijn? Zal ik een dag ook op het veld staan en daar mogen spelen? En dan sta je hier vandaag, ja. Dit is de eerste keer dat ik met een voetbalwedstrijd die ik zelf bij heb gewoond, het volkslied al. Ik denk toch, dit zijn andere wedstrijden. Je speelt voor je land. Er zit wel wat meer spanning bij je. Ik gaf een paar aanwijzingen en zei dat ik gewoon mijn eigen spel moest spelen. En gewoon mijn ding moest doen. Ik denk dat ik wel een speler ben die goede voorzet in huis heeft. Wel een snelle speler. Ik ben sterk. Dus ik denk dat ik de spitsen goed kan bedienen met mooie voorzetten. Joël, gefeliciteerd met je eerste interland. Ja, ik ben zeker trots. Het is wel iets dat je zelf hebt bereikt. Je speelt nu in de onder 19 met je eigen leeftijdsgenoten. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar uiteindelijk wil je toch echt naar het Nederlands elftal toe. Dan zien we elkaar morgen in Amsterdam. Zeg, stafijn, goedendag. Ik kan ze maar zeker naar meer.